Op maandag 1 juni gaf wethouder van Financiën Joep Pernoot in een persconferentie in het gemeentehuis een toelichting op de jaarrekening 2014. Met andere woorden, hij legde uit hoe de gemeente Nuenen er financieel voor staat. De wethouder stelde tevreden vast dat de gemeente Nuenen vorig jaar onder het provinciaal toezicht is uitgekomen en dat dat nu nog steeds van toepassing is. Welke boodschap hebt u voor de Nuenenaren te melden wat betreft de financiën van de gemeente Nuenen? Dit jaar hebben we een jaarrekening van 2014 te presenteren waarin 3 miljoen resultaat zit. En dus we hebben heel positief nieuws voor Nuenen. En dat wil dus zeggen dat er ook ruimte is voor nieuw beleid? Er is zeker ruimte voor nieuw beleid, maar er is ook vooral nu gezorgd dat we na vorig jaar de algemene reserve, die negatief was, positief hebben gemaakt. Maar nu ook het weerstandsvermogen dusdanig hebben aangevuld dat we nu een ratio weerstandsvermogen van ruim 1,0 hebben. En wat zijn de positieve effecten die dit mogelijk gemaakt hebben? De positieve effecten zijn natuurlijk dat de economie aantrekt en dat het bouwen begint. En ook dat we de afgelopen jaren goed hebben opgelet en eigenlijk hebben kunnen afmaken wat de werkgroep op weg naar herstel heeft ingezet. Nu stond er in het Eindhovens Dagblad een paar reacties van Sonse burgers die het maar niks vonden dat het college van burgemeester Wettes van Son met Nuenen wil samenwerken, want Nuenen was failliet. Gelukkig kunnen we dat tegenspreken. De financiën lijken heel aardig op orde. Natuurlijk zijn er zoals altijd wel risico's, maar wij zijn nu toch behoorlijk financieel gezond en het perspectief naar de toekomst toe is ook best positief. Kunnen de Nuenenaren ook nog iets verwachten wat betreft OZB of iets dergelijks? Natuurlijk willen we met zo'n resultaat en met wat we ook hebben afgesproken in het collegeprogramma ook kijken wat we terug kunnen doen voor de bewoners. Niet alleen in de zin van nieuw beleid, maar ook in de zin van misschien een OZB-verlaging. Alles tegelijkertijd kan niet, dus dat betekent ook dat er keuzes gemaakt moeten worden. Politieke keuzes vooral. En die zullen wij voorleggen zodat de Raad daarover kan besluiten.